3. En dat brengt hem geen ongeluk, nummer 13. Nee, het brengt hem zelfs veel geluk, want hij zit weer op de eerste plek. Pieter van Lonveld. Een double 2-22. De man van de BMX Dream Team, Erik Peters, op de tweede plaats. En wie mag mee op het ere podium zometeen op die derde plek? Is het een lady? Yes, it's gonna be a lady. It's Femke Gerritsen met nummer 41. Next race, achter de kantine op dit moment. Race 404. Met Joven Dam, Max van Eindhoven, Lars Holleman, Dave van Lissau, Kevin Sisse, Boy van Hassel, Michael Aschauer en Rick Tippels. En wie komt er als eerste voorbij? Wie gaat zich zeker stellen van een positie op het erepodium? Nummer 140, Max van Eindhoven. Nummer 34 op de tweede plek, Mathieu van Dam. Wie is nummer 3? Who's gonna be number 3 on this race? That's gonna be nummer 138. En 138 staat voor Boy van Hassel. Van de Ammerzooien. Waar wij volgens mij even uit het hoofd in juni te gast zijn voor AK 4 of 5 dan, inmiddels al 5 volgens mij. Volgende race in de macht, 105, overgassen, 14, 15 jaar. Who's gonna be on the first place? We're gonna see this. Ik zie komen, op dit moment, nummertje, ik heb 9, dat is Leroy van Hassel, gevolgd door 26, Koen van der Meijs. En nummer 3 is 104, en 104, wie is dat? Dat is Geronimo Slots, en 159, oeh, de lijnjury mag het zeggen. Race 106 is weg. Glenn van der Wetering, Rens van Handel, Tom van de Makers, Giel Klaassen, Harry Lof Rijssen, Stijn Nouwe, Maud Verstegen en Harm van Brussel. En daar gaan we het zien. Wie zit er voorop? Op dit moment dacht ik dat ik 142 Rens van Handel voorop zag zitten. Toen ze de kantine ingingen, of achter de kantine langs, niet erin. En nee, het heeft zich gewisseld. Wie is er nu voorop? We zien 161, Glenn van der Wetering. Van de Fietske Bos, nummer 1. Dan op de tweede plek, 145, Rens van Handel. En wie is nummer 3, die mee mag naar dat ere schavotje. En geen schavotje, maar een podiumje. Nummer 3, wie zal het zijn? Rest nummer 6 is Tom van de Makers. Zelfde in de cruisers. Tom van Dinter, Mark Verstegen, Pieter of Rijssen, Kim Zattermans, Michael van Bol, Mark Verstegen, Frank Verstegen, Erik van Ramenstein en Stefan Koller. En wie is de eerste? We zien er. Nummer 1, Tom van Dinter, op kop in de final position. En dan zag ik volgens mij nummer 7 op de tweede plek, Hugh Stakkermans, achter de kantine verdwijnen. Is dat zo? Nog steeds nummer 1. Hij doet zijn stuurbord, doet die eer aan. Hij zit er op die pole position. Tom van Dinter, fiets komt nu aan. Op de tweede plaats. Er heeft een wisseling plaatsgevonden. 382, Mark Verstegen. En nummertje 7 op de derde plek, Hugh Stakkermans van de Lion door. En wie gaat er als vierde de puntjes wegzetten in deze A-finale? Dat is nummer 152. Schijndel. De winnaar inderdaad, Jens van Geffen, op 1. Puk gaat aanspraak maken op de tweede plek. Ja, Puk, dat ben jij. En 208 is geen verdaagster. Race Hand op de Elf is weg. Lissy van Schijndel, Rick Schakeraad, Cedric Karsmakers, Tim Struik, Lola Brekemans, Bo Marcus, Jesse Janssen en Sil Kuipers. Op dit moment, als ik het goed zeg, 132. Ja, 132. Pole position. Wederom een van de dames, Lissy van Schijndel van de Roeper. Gevolgd door 218. Cedric Karsmakers van de Winkels Wiegen. Gaat dat zo blijven als ze achter de kantine vandaan komen? Onze kleine jonge dame is hier nog steeds voorop. Wil die winst vandaag meenemen. Gaat zich niet laten kisten. Zij wil die eerste plek. En het lukt er ook nog zo te zien. 218 nog steeds op de tweede plek. Cedric Karsmakers. Wie zit er op nummer 3? We gaan het zo zien. 635. En dat staat voor Sil Kuipers. Yes. En 205 op de vierde plek. En dat is niks schaken aan van de Wouters. Blijft het zoals het is. Zo te zien, inderdaad, Lissy. 132, nummer 1. 218, nummer 2, Cedric. En 635, Sil Kuipers, nummer 3, in Isa van Dinter. 46, ja, dat is Isa, die gaat voor de vierde plek in deze A-finale. Dan hebben we de B-finale, Boys 12 Girls 13. Wie zit erin? Max Duimelink, Connie Hooghoffers, Joyce Max, Roy Kuipers, Marmarine Strijk, Bart Adriaanse, Liam Visser en Jelle Boekerman.
Als eerste, met de blonde haren. Dat weet ik al bijna uit mijn kop. Dat is Maureen Strijk 08. Yes. Op deze moment begin je de rij Burgers en Rijstors toch wel een beetje te kennen, ook al hebben ze hun help op. Maar Maureen moet haar eerste plek afgeven. Er wordt een aanval ingezet. Door 2-6-1. 2-6-1 is Corné Hogan van de fietsclub Geldermals. En dan komt nog een jonge dame zich in het spel mengen. Dat is 65. En 65 heeft nu de tweede plek. Dat is Joyce Max. En Maureen is inmiddels naar de derde plek geschoven. En ik zie dat het shirt van de plak met de stegel op de derde plek komen. Wie is dat? Dus 3,72. Dat zal zijn Jelle Bokerman. En die schuift zelfs nog volgens mij door naar de tweede plek. Door jaren gekeken van, ja man, anders kan ik nog even een eindsprint inzetten. En ja, dat doet het nog even ten koste van Carlos. Dan hebben we de baan, race 122, Boyslo 10 B-finale. Wino van Rijswijk, Niels Hobo, Mart Noordman, Mark Medler, Robin van Schaik, Tijmen van Kempen, Robin van der Schoot en Floyd Heijmans. En inmiddels schieten ze achter de kantine. Wie komt er als eerste tevoorschijn weer? We gaan even kijken tot we het bord kunnen lezen. 2-9-0. We zien Wino van Rijswijk van de fietsclub Amazonia. Voorop. On pole position. 2-8-9. Inootje Winder. Dat is Niels Hobo. Ook uit dezelfde club. Amazonia. En op de derde plek. Wie gaat het zijn? Ik denk dat dat iemand hier lokaal is. Inderdaad. 4-9-9. Lokaal. Mag nog maar eens verliezen door. Op de derde plek. In de race. Om. Dan gaan we even bekennen wie we nu in de baan hebben. Is het 127 en niet van de wagen, vind ik. Ik zie daar 26 voorbij gaan, dat is goed van alles. Ja, nummer 26. Ligt hem ook op. Meneer van het startbord, even eentje terug. We zitten in race 100, dus 27 en niet 28. Koen van Oijs voorop. Koen van Oijs ligt voorop, eerste positie, maar er wordt een aanval ingezet. 151 moet toch genoeg nemen met de tweede plek. Dat is Koen Nolen. En 109 plus beentfinale. Sanne Vollenberg, Nino van der Boom, Inge Fluxus, Simone van Tilburg, Janice van Monnewaard, Anja Jacobs, Joyce Timmermans en Eefje van Els. En wie gaat er als eerste? We zien daar nummertje 3, de Sanne Vollenberg als eerste achter de kantine. Gevolgd door de jonge dame uit Maden, Inge Flipsen. Op de tweede en op de derde. Al een aanval ingezet. Wat mag wisseling plaatsen? Nog niet. Nummer 3, op dit moment is 1-8-1. Dat staat voor Maria Jacobs. En op de vierde plek zitten 651. Wat 4 komt ook vierde buiten. Nina van de Boom zet een aanval op. Zou je toch pakken die derde plek? Dat is op dit moment gelukt. Nummer 3 op de eerste plek is Sander Hollenberg. Nummer 2 is Inge Flipsen. En nummer 3, Dino van de Boom van de Eerdoren. 24 heeft al een mooie zet gedaan, wat verstegen. En we zien 505. Oeh, de lijnjury mag het zeggen. Of Tim Bellemel dat 2 van 3 was. Dan hebben we de A-finale van de dames. Ellen Jacobs, Viviane van Hees, Anne-Marie Meurman, Soraya van Hees, Sjoen Vissers, Mikkel Snowers, Rubie Huisman en Jeanne Rea. En wie gaat als eerste achter de kantine? We konden dit niet meer zien. De dames waren te snel. Daar komen ze weer. Volgens mij is dat Ellen Jacobs voorop. Ja, nummer 1-2. Die wordt gevolgd door Viviane van Hees aan de rechterkant. En we zien op de derde plek 2,51 voor de dames. Dat is Mikkel Snowers van de Mikkel Zwiegje. Blijft dat zo? En daar gaat zich nog Anne-Marijne Meurman als vierde bij melden. Gaan we nog wijzigen? Gaat er nog iets gebeuren? Nee, 1-12. Ellen Jacobs mag de wind op de naam zetten. En nummer 2 wordt Viviane van Hees.